Jiel heeft last van zijn heupen. En door te zwemmen, dan moet hij dus echt goed met zijn achterpootjes bewegen, waardoor de spieropbouw komt. En omdat hij zwemt in het water, heeft hij geen lichaamsgewicht, dus gaat dat makkelijker voor hem. Het water is 27 graden, waardoor zijn spieren ook direct warm zijn, dus we hoeven geen warming-up te doen. Doe maar los. Los, Jiel. Los. Knap het. Dat is eigenlijk wat we hier doen, spieren opbouwen. Op een heel mooie speelse manier. Ik had zelf een witte golden retriever die liever zwart was van het modderwater. En daar is eigenlijk het idee door ontstaan, want hij wou hier eerst altijd buiten in een vaat, maar in een vaat zitten ook ratten en zo, dus daar wil ik hem niet in hebben. Dus toen hebben wij dit bedacht. Dan heb ik dierenartsen in de omgeving gebeld. Las, las. Steiner, ga eens even je bal zoeken. Zoek. Gio, las. Van, vinden jullie het een goed idee? Waar moet ik op letten? Wat kan ik wel of niet doen? Zouden jullie dieren door willen sturen na een operatie? Nou, daar heb ik een stel ideeën gekregen. En toen hebben we vergunningen aangevraagd bij de gemeente. En toen mochten wij dit opzetten. Die kant, doe maar. Nou, we zijn hier naartoe gekomen omdat Gio 3 operaties gehad heeft. En er kwam er op een gegeven moment nog een hond bij. Ja, die moest ook mee. Ja, en we hadden op een gegeven moment kregen we er 5. Dus ja, dan gaan ze met z'n 5 zwemmen. Zij vinden het gewoon fantastisch, ze vinden het leuk. Dus wij zijn, als de honden blij zijn, zijn wij ook blij. Goed zo, Steiner. En hoe zijn ze dan thuis? Moe. Heel moe. Maar dat duurt ongeveer een uur, anderhalf. En daarna zijn ze weer fit. En dan is het van, wanneer gaan we naar de stad? Ja, dan willen ze de stad in. In maart 15 jaar. En het is nog steeds leuk. Omdat je en speelt met de honden. Hè, want ja, het is wel therapie wat ze zwemmen, maar het is ook spelen wat je doet. Ja, en dan de mensen gewoon erbij. Ja, ik ben echt ook wel een mensenmens. Dus. Kom maar, jullie. Meer helemaal in het begin. Toen was ik alleen het weekend geopend, had ik door de week nog een andere baan. En dan deed ik woensdag 's avonds wel even schoonmaken en zwemmen. Maar dus, er zitten nu altijd haren in, dus dat vind ik niet te... Ja, goed zo. Dat is leuk, hè?